proberen mee te nemen of toch tenminste te controleren, dan zat er misschien nog wat in. Euforie. Terwijl Ohio daar even verzorgd wordt. Charroa met zijn tiende dus op dit moment. Jeffrey Heidemans gaat zich opwarmen. Net als Arjan Swinkels bij Lierse. Moussala. Onderschept. Martin was een kwaaie bal. En daar is El Gabas. Even aan het shirt getrokken. Ja, de fout gegeven. Oussala gaat. Molimo. 1-2 met Oussala komt er niet uit. Veel. Nu El Gabas. De partij is het zeker. Glenn Klaas staat klaar om in te vallen. Maar kijken naar El Gabas. Van de bal gezet, El Gabas twijfelt of hij meteen die tegenaanval op gang moet betalen. Evans, niet goed weggewerkt door El Gabas, toren daar. Niet weg, El Gabas kan die voortrekken, nu krijgt alle tijd. Ja, dat is goed. En die bal... Hier is Lierse. Met Dodo El Gabas. Dodo El Gabas. Dan is een man voorbij. El Gabas. Met Wuits nog altijd. Goeie voorzet dan. Hetzelfde geldt. Vlam je zo'n bal in de eigen kruising. Zo ging het. Hele controle niet zuiver. El Gabas. In de treding kan hij Ibu lanceren. Nou, El Gabas glipt erdoor. El Gabas, en daar is Thompson met de penalty-overtreding. Jawel. Thompson met... Anap. El Gabas. De voorzet van El Gabas is niet slecht. En dan bijna een on-goal. Onder de wacht verzoen, zeer voor een bokken, aos 30 minuut. Het is El Gabas, agora pro lado direito, tira um adversário do caminho, El Gabas, o remate de fundo para o toro. El Gabas. El Gabas, liet zich een beetje vallen of ging die over de voet van Ikea. El Gabas, met de borst, even afleggen voor Rabia. Ayou. El Gabas met een hakje, daar is Bekoe. Bekoe. Geoffrey Heidemans, de bal voor Dodo El Gabas. Voor zich de Bishop. El Gabas, ligt hem klaar voor Hazuro. De laatste minuut gaat nu in bij deze actie van Lierse. Dodo El Gabas in de 16. Met in een match die toch wel beslist lijkt, dat mogen we toch wel zeggen, denk ik. Doorgekopt door Hasourov. El Gabas neemt mee. Vindt Koffie. De jager, het is de andere kant, Brecht. Hij geeft hem tot bij Kiet. Waar gaat hij naartoe met de bal? Naar de buitenkant, Ramzi. Rabia. Is het voor El Gabas in het centrum, Huzarov. El Gabas komt opnieuw opzetten met een... El Gabas die de bal van ver komt ophalen. Ruimte. Is de controle ook niet echt perfect? Of die wel van Dodo El Gabas? Wordt dat wat? El Gabas, El Gabas, El Gabas? El Gabas, gaat hij de wedstrijd buiten? El Gabas, knap voor Yasser. Yasser! Goed voor. Of gaat hij via El Gabas? El Gabas, met zijn dribbelvoeten. Daar is de voorzet, weggewerkt. Heel belangrijke goal dit seizoen. El Gabas scoort. In de winkelhaak, net als Ibu. Nou, je moet het maar doen. Je staat zo goed als op een degradatieplek. Carrément, de 15e plek. En dan leg je een penalty er op die manier in. Dat is met veel lef getrapt en knap.
van Dodo El Gabas, die wel wat goed te maken. Ik heb trouwens tent zo Egyptje. De verbetieden kort. Nooit ik ook maakt de goal. Marco Lierse, aos 59 minuten. Um pontapé inesperado, mas muito bem executado por parte do Lirce. Livre de Abu Salam, um corte noitinho para a entrada da área onde aparece, parece-me que é o Mohamed El Gabas. Já vamos confirmar. Parece-me o número 7, Mohamed El Gabas, que estava ali exatamente a posicionar-se para um eventual ressalto que acabou por acontecer. Beku nog steeds. Goed meegegeven, daar is El Gabas. Jawel hoor, ze scoren zowaar nog. Fraaie aanval, niets op aan te merken. En gemilitreerd pasen. En dus toch nog 4-1. Via Dodo El Gabas, Mohamed El Gabas. Ook voor hem zijn eerste van het seizoen. Ook deze invaller scoort dus. Maar fraai gedaan van de twee invallers van Lierse. Hier, prima paas hoor. En goed gelopen. Goed paas van... El Gabas voorbij Sabina. El Gabas trappen. En dan is het toch raak. El Gabas. 5 minuten voor het einde van deze wedstrijd. Met de aansluiting... Zijn vierde van het seizoen is het. En zo krijgen we nog een spannend slot van deze wedstrijd. Te kort terugkoppen. En El Gabas, die voorbij Sabina raakt in de kortste hoek, besluit. En Werner geklopt. De bal botst nog even en is zo bijzonder gevaarlijk.